Zuidbroek senior, dus op de hoogte aan de Mikkenhoff tijd een snelheid van meer dan 1,2 met. En wij bedoelen dan weer 1469 km per uur. Klimmen, dat kan niet op. In 1 minuut klimt hij 50.000 voet. Waar kijken we terug? Dus wij bedoelen dan de leider van de formatie, kolonel Cotuzo. Want we horen nu uit, de zullen weer, maar ja, wij kijken naar haar. Vochtigheid die zich in de lucht bevindt. En voor u passeren dan weer heel vele dansen deze Santiers, wat u dus van Soeteren, rond van de water. Speciaal voor de fotografen weer. Wat die kantheid betreft, dat transportvliegtuig heeft zijn eerste vluchttijd gevoerd de 25e maart van 1971. Het is zoals gezegd een zwaar transportvliegtuig. Zwaar zeker en vast als u vertelt dat het maximum snelheid van 850 km per uur
en een kruissnelheid tot 800 km per uur. Dat die groot is, begrijpt u wel, als ik u zeg dat de spanwijdte van vleugel tot vleugel. Dus een Belgische piloot die daar in de taxi zit. En natuurlijk ook de plaats is voor de enig mooie rolling van 225 graden, waarin de bochten getrokken worden aan een versnellingskracht van 7 g. En dat wordt een John Derry winkel. Van tegenovergestelde richtingsvoer, dat wordt dan handelt op gevoet, moet men beter zeggen, want dat gebeurt met het voetenstuur, moet hij dan dus verticale richting gaan houden. Dus er zijn weer 310 km per uur in de richting en nu dat is en wij doen dus een 360 graden draai. 2,5 is.
dan weer voor de videomensen. Na het einde van deze box. Na deze sensationele ding over krijgen we een andere 360 graden. Maar natuurlijk, het zal er ook
bijna ter starten gaat. Zo duidelijk, want ja, we hebben dat even nagekeken. Dus zeg, kijk, ik kan zowel links een volledige bocht maken op drie motoren als rechts. Het gaat mij allemaal en het geeft me geen probleem. Starten komt nu.